Vandaag zijn we neergedaald helemaal in het westen, in Rotterdam. We gaan hier meedoen met de KLM Urban Trail. We gaan dus weer dwars door de poolcentra, door de bioscopen, door alle gebouwen heen. En dit keer in het centrum van Rotterdam. Jongens, ik ga op zoek naar de start. Ik ga mijn startnummer ophalen en we zien elkaar zo. Nou, we hebben de start gevonden. Ik ga even in de rij staan voor het startnummer. Het is gelukkig niet zo'n lange rij als vorige keer in Leeuwarden. Dus ik denk dat we direct aan de beurt zijn en ons niet zo hoeven te haasten. Goedendag, ik kom nummertje 580 ophalen. Rossing, Jan. 580. Spannend. Jan. Dat is hem. Met een paar steltjes. Dankjewel. Oké, veel plezier. Ik gebruik magneetjes. Oké. We hebben een startnummer binnen, nummertje 580. We gaan hem nu even opdoen. KLM Urban Trail Series Rotterdam. Thank you.
Ach, kijk eens jongens. De kerstboom wordt alweer afgetuigd. Het is net oktober en hij staat er alweer in Rotterdam. Ja hoor. Ik moet zeggen, die Rotterdammers, die snappen het. Kerst is gewoon de mooiste tijd van het jaar. Heerlijk. Nou, en wij gaan maar weer door. Op naar het volgende bijzondere moment hier in Rotjeknar. Yo! Nou, we gaan de metro in blijkbaar. Wat grappig allemaal. Het metrostation van Rotterdam. En wij mogen daar heerlijk en naar tevredenheid een loopje in doen. Dankjewel! Woe! Nou, we gaan maar even weer rennen. En we zullen zien waar het volgende plekje op uitkomt. De stad is groot genoeg.
If you keep this up, then I'll let you in. Cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh, wanna get you closer to my body. Wanna feel your hands all over me. Gonna make them jealous, everybody. Cause you know we got it, chemistry. Oh yeah, all around me. Oh yeah, chemistry. Oh yeah, you and me. Yeah, you know we got it, chemistry. You make all my problems feel miles away. Nothing in this world made sense up till today. I can see the colors now, no black and white. If you keep this up, then I'll stay the night. Cause you... We zijn nu bij het Maritiem Museum. En ja, dit museum heeft de oudste en grootste museumhaven van Nederland. Op de plek waar de Rotterdamse haven ooit begon. Nou, ik ben zeer benieuwd. We gaan even een museumbezoekje doen. Heerlijk. Normaal zal dit wel een lekkere bak geld kosten en wij kunnen er even gratis in. Kijk er eens. Hartstikke mooi. En we zijn hier op de haven. We mogen zelfs een boot op. Nou, even lekker op de boot rennen, jongens. Tot later.
Nou, het is even geduld, even wachten, pas op de plaats, rust, want we hebben hier een stoplichtje te pakken. Het is niet anders, jongens. Alles staat alweer stil. En we mogen weer. Tot bij de volgende stop. Yo! Kijk eens in wat voor leuk plekje we nou weer zitten. Zo'n scherm wil ik thuis ook hebben.
Ja, is toch weer een wilde droom. Al heb ik al zo'n grote 120 inch. Nou, de splitsing. Lange en korte route. Lange route de trap op. Ik zie het alweer. Wij gaan de wereldbefaamde Erasmusbrug omhoog. Als ik het goed heb. Ik ben natuurlijk niet zo goed in alle plekjes in Rotterdam. Maar met zo'n urban trail leer je dat al aardig kennen. Nou, jongens, trouwens even niet vergeten. Eventjes subscriben, liken, druk even op het belletje en laat een leuke comment achter. Dan maak je mij weer heel gelukkig. En dan gaan wij nou genieten van de Erasmusbrug. Woehoe! Thank you.
We zijn aanbeland bij café Docks. Nou, ik zet er even een beetje verlichting bij aan. Het cafeetje is altijd donker. En we gaan eens even kijken wat hier te doen is. Het is nog rustig. Ja. Maar ja, het is ook nog vroeg natuurlijk. Maar hier omhoog. Dan gaan we daar omhoog. Dank u wel. Hier omhoog. Nou, we gaan eens even kijken wat voor mooi café dit wel niet is. Het nieuwe Luxor Theater. Nou, dat was het café dus alweer. In 2001 werd het nieuwe Luxor Theater officieel geopend door koningin toen nog Beatrix. Nou, prachtig toch? Zijn we ook een keer in de bioscoop in Rotterdam. Kijk eens. Ik zie ook het bordje tot ziens alweer staan. Dus we zullen er wel weer direct uitgaan. Maar het mogen niet baten dat dit wel eventjes weer een leuk bezoekje was. Heerlijk. Nou, wij gaan weer verder. En we zien waar we zo weer uitkomen. Tot straks. Mr. Ambassador. Sorry, sir.
Ach kijk, en daar is hij weer. De vaste muzikant van de KLM Trails. Even weer genieten van een stukje muziek. Morgen. Prachtig toch? Dank u wel. En op naar het volgende punt. Op de 7 kilometer het Hulstkamp gebouw. Na de bouw in 1888 is het pand gebruikt als fabriek en distilleerderij, moet ik geboren, maritiem museum en het is nu een evenementenlocatie. De Bril beslaat me ervan. Nou, eens even kijken wat hier allemaal te zien is. Er zal geen evenement zijn. Volgens mij zitten we hier backstage. Dat weet ik haast wel zeker. Ja. Een mooi duister gebouwtje. Ik zal even de verlichting iets minder hard aanzetten. En we hebben hier natuurlijk mijn aller favorietste onderdeel van de KLM Trail. En dat is een lekker drankje. Oh, hier gaan we even van genieten, zeg. We zitten nu al, wat ik al zei, al op de 7 kilometer. Dus we hebben er nog 3 te gaan. Het zweet breekt me nu echt los, nu ik ergens binnen ben. Heerlijk en gezond. Ja. Oh, heerlijk is dat. Heerlijk is dat, een beetje vocht. Het is echt genieten. Nou. Wij gaan eens even kijken waar we nu weer heen moeten. Welke kant gaan we op? Eerst even hier langs. Het is overal binnen in het gebouw, jongens. Volgens mij moeten we een. Volgens mij gaan we nu een heel restaurantje in. Ja. Ach, wat gezellig. Kunnen hier nog wel even aan de bar zitten? Nou, laten we dat maar niet doen. Ik zal zeggen, we zien elkaar zo bij de volgende locatie weer. Alhoewel dit wel een prachtig mooie locatie is. En wij gaan eens even kijken hoe lang het nog duurt voordat de finish in zicht is. Jongens, tot de volgende pitstop. Tot later. Yo!
two, three, let's go.
daar zijn we weer in een ander kroegje. Club Hou. Nou. Club Hou. Wel lachen. Ik lach altijd toch. Kom die podium. Ja. Dus je moet lachen, dan moeten we even lachen. Jongens, dit is een... Dit is dus blijkbaar een comedy podium waar de komieken hun dingetje doen. Kijk maar eens, wat mooi. De stoeltjes staan er allemaal weer netjes bij voor vanavond waarschijnlijk. Dat ze geen comedian hebben nu. Jammer hoor. Nou, wij gaan even weer verder. Het stand-up comedy podium van Rotterdam. Van woensdag tot en met zondag, dus vanavond ook nog. Want de KLM's zijn op zondag. Kan je terecht voor optredens van het beste stand-up talent en veelbelovende nieuwkomers. Nou, het is toch prachtig. Zo, en we zijn weer buiten. Oh, ik heb het hier een heel klein beetje pittiger mee dan met Leeuwarden. Ik moest even nadenken. Gaat ook niet meer zo hard. Maar ja, Leeuwarden, daar zaten we in... Ja, tig meer gebouwen. Dat was gewoon om de 500 meter kwam je een gebouwtje in. En hier zitten we iets meer buiten te lopen. Maar al met al vind ik dit best een hele prachtige run. Dan ja, er zijn stukken van Rotterdam die ik eigenlijk nog nooit gezien had. Nou ben ik ook niet veel in Rotterdam geweest. Maar toch eventjes over die Erasmusbrug heen gerend. Heerlijk. Nou, wij hebben nog... we hebben nog maar een kilometertje te gaan. Dus dat moet goed komen. Jongens, ik zie jullie of bij het volgende pand of bij de finish. Yohoe! There's something different about the way we
bewonerswoningen. Deze woningen horen bij de meest iconische gebouwen van Rotterdam. De kubuswoningen zijn meer dan huizen. Ze vormen een voetgangersbrug over een van de allerdrukste straten van Rotterdam. Nou, ik denk dat dit onze laatste pitstop is. Gezien we nog maar 400 meter hoeven hierna. En het moet natuurlijk weer over een half kilometer worden. Maar ik ben benieuwd waar die brug dan begint. Maar het is wel een kuttig trappetje even. Vooral als je zwaar aan het rennen bent. Kijk, daar zie ik een pijltje. Zullen we deze kant wel op moeten? Nou, dit is toch wel gezellig. Ik zie daar dat er een stay okay was. Een klein hotelletje. Wat leuk. En hier, ik vind de pijlen, die vind ik hier in Rotterdam een klein beetje onduidelijk. Dus even een puntje KLM voor volgende week. Even de pijltjes hier in Rotterdam wat beter afhangen. Dit heb ik nog niet meegemaakt, dat ik soms verkeerd loop. En de duimpjes omhoog. Nou, weer een paar subscribers erbij. Heerlijk. Gaat snel zo. Nou, volgens mij moeten we hier naar rechts. Naar links bedoel ik. Deze bordjes volgen we. Hè? En wij spreken elkaar wel bij de finish. Jongens, tot straks. Ach jongens, ik zie de finish alweer. Het is weer zover. We zijn er. We hebben hem gehaald. De KLM Urban Trail Series Rotterdam. Heerlijk. Lekker man. En bijna. De cheerleaders staan al klaar. Prachtig mooi. Daar gaat hij jongens. Yay! Hey! Gehaald! Mooi man! Heerlijk! Lekker gelopen! En de medaille! Oh. Hartstikke bedankt! We hebben de medaille! We doen de medaille om! We krijgen weer zo'n prachtig bekende goodiebag mee! Met allerlei lekkers! En nou, volgens mij krijgen we ook nog deodorantje. Lekker. Nou, ik zal wel stinken. Jongens, het was een heerlijke run. Een prachtige run. KLM Urban Trail Series. Rotterdam. Wij gaan nu naar de afsluiting. Yo! Dat was hem dan, de KLM Urban Trail Series in Rotterdam. Iets minder gebouwen in geweest, maar een prachtige mooie stad gezien. Over de Erasmusbrug, dwars door het Luxor Theater. Nou, nog een paar andere leuke cafeetjes, een comedy club nog gezien. Ik vond het een hartstikke mooie run. Al met al. Jongens, vergeet even niet, eventjes abonneren, subscriben. Like deze video, druk op het belletje, laat een comment achter. En als YouTube nog wat verzint, gaan we dat er ook bij doen. En volgende week zitten we weer wat dichter bij huis. Volgende week gaan we naar Zuidlaren. We gaan daar de Zuidlarenmarktloop doen. Dat is 10 kilometer, 2 rondjes. En vorig jaar heb ik geloof ik de 5 kilometer gedaan. Of geloof ik weet het wel zeker. En dat was 1 rondje.
Dus ik ben heel benieuwd hoe die Zuidlaardermarkt loop er dit jaar uit gaat zien. Waarschijnlijk een beetje hetzelfde, alleen Jampie heeft nieuwe camera's. We zijn dat die week daarop, geloof ik, gaan wij naar de KLM Urban Trail Series in Delft. Dat is ook weer een eindje rijden voor mij. Niets aan te doen. Daarna hebben we nog Eindhoven in december. En dan is het dit jaar gebeurd met de KLM Runs. Ik heb wel genoten als ambassadeur zijnde van de KLM. En ik hoop volgend jaar de runs die ik dit jaar gemist heb mee te pakken. Nou jongens, waar ik het meest op zit te wachten en wat ik het liefste wil, is een beetje vocht. Dus wat hebben we hier? Nou, waarom nou? Ze hebben ons meegegeven de Weizen Bullenbak. Nou, ik hoop niet dat ze mijn bullenbak vinden. Ik denk het wel, het is weer een 7,7% biertje. Het is wat. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan met al het lawaai van de KLM achter mij. En ik hoop dat jullie het plopje kunnen horen, want ik weet niet of deze ook gaat ploppen. Oud worden kan altijd nog, zegt deze. Nou, het is weer van de eeuwige jeugd. Daar heb ik al vaker een biertje van gehad. Komt-ie. Soepeltjes, soepeltjes. Nou jongens, proost. Oh, dit is een heel lekker licht biertje. De Weizen Triple XXX. Een schofterig, zelfverzekerd booswicht die met zijn onstuimige voorkomen elk alledaags tafereel manhaftig ontregelt. Nou, er staat iets meer op als vorige week. Want vorige week stond erop dat er wat gerstemout en hap in zat. En nou zit er gewoon een heel leuk verhaaltje achter. Nou, dat vind ik altijd leuk. De bullebak brult de onbezweken gangmaker in jou naar boven en zet de boel op stelten. Deze wilskrachtige dondersteen zweept jou op om elke gelegenheid aan te wakkeren tot volslagen wanorde. De bullebak laat je bulderen en braveren. Nou jongens, wat een tekst. Ik heb bijna geen tijd meer om een dingetje op te drinken. Oh, maar hij is wel echt lekker. Jongens, dit is echt een serieuze aanrader als jullie hem ooit vinden bij een bierspeciaalzaak. De Bullebak Weizen Triple. Nou, ik ben aardig gesloopt. We moeten nog een stukje terug. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Ik zou zeggen jongens, geniet van de week, geniet van het weekend en geniet van het leven. En tot volgende week. En Simona, jij bent er ook bij de